En het probleem zit erin, beste broeder en zuster, ook op het moment dat we over een nieuwe leven hebben. Dan zie je dat heel veel mensen spreken, ja, maar meneer Advocaat, je maakt het allemaal wel zo mooi, maar we hebben ook iets wat de hel heet, en we hebben ook iets wat Jehannam heet, en Allah Ta'ala zegt toch dat we op de Siraat gaan lopen, en dat het zo dun kan zijn, want als je niet zo goed je best hebt gedaan, dan val je in de hel. Ik ken broeders en zusters die van die angstaanvallen krijgen als ze aan de dood moeten denken, dat ze op een gegeven moment niet meer kunnen slapen. Omdat het ook een probleem zit in de manier hoe wij onze, hoe wij bepaalde vraagstukken ook begrijpen vanuit de islam. En we vergeten de grote barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zal degene zijn
die zal slagen, inshallah, op de dag des oordeels, yawm al-qiyamah, op het moment dat hij bij Allah terecht zal komen en gaat komen, inshallah. Beste moeder en zuster, op het moment dat er zo'n shahada plaatsvindt, dan is het alleen maar heel mooi om bepaalde cruciale vragen nog eens een keer aan jezelf te stellen. En die vragen die blijf je aan jezelf stellen: wie ben ik, waarom ben ik er, wat is mijn einde, wat zal er met me gebeuren? Het zijn allerlei vragen die je leven, die altijd terugkomen in je leven. En beste broeder en zuster, een van de meest complexe vragen die bij mij tenminste vaak opkomen en die ik ook vaak zie, dat die vaak ook gesteld worden door moslims, door niet-moslims, door mens, is met name dat laatste moment van je leven wat wij noemen de dood. Het einde van de mensheid. El Maut. En beste broeder en zuster, ik spreek de laatste tijd heel veel jongeren die een enorme angst hebben voor de dood. Ja, wie is niet angstig voor de dood? Ben jij angstig voor de dood, broer? Ja, wie niet? De dood is iets vreselijks, ergs. Wat staat er in de Koran? En Tosewa komt Mosewa to the moat. En Allah heeft een bijvoeglijke naamwoord gebruikt bij de dood, dat het iets vreselijks is, wat je kan meemaken. Het rukt mensen uit elkaar. Het rukt twee liefden uit elkaar, man en vrouw. Het rukt vader en moeder uit elkaar. Het rukt kinderen uit elkaar, gezinnen, vrienden. Iets wat natuurlijk wel een heftige gebeurtenis is. Maar beste moeder en zuster, vooral ook op het moment dat wij moslims spreken over de dood, dan spreken we vaak over de meest moeilijke, enge momenten die elke mens mee zal maken. En daar hebben we vaak over dat je in je graf eventueel bestraft zou kunnen worden, de hel, de vragen die je van je twee engelen krijgt, Munkar en Nakir. En dat we kaderen dat dood dan in een hele enge concept, waarin je natuurlijk alleen maar die vrees en die angst van die dood alleen maar versterkt en vergroot. En weet je wat mij ooit een keer heb geïnspireerd, beste broeder en zuster, om eens een keer nog eens even goed na te gaan hoe de islam spreekt over de dood. Ik was een keer met een Nederlandse uitvaartorganisatie, een bestuurder van best wel een grote Nederlandse organisatie die de uitvaart organiseert. En ik ging een rondje maken bij de graven. En ik merkte bij deze persoon een soort relaxedheid hoe hij spreekt over de dood. Hij had een collega. En hij zei tegen mij: hier ligt mijn collega. En hij heeft ook nog een hele mooie graf aan overgehouden, zegt hij. Hoe grappig. Nou, hij zegt: maar hij rust niet goed uit. Ik heb daar overtuiging. Hij rust niet goed uit. Terwijl in mijn optiek, als wij naar de dood kijken, dan raken we helemaal gespannen en raken we helemaal in de stress. En mogen Allah ons vergeven en mogen Allah ons uiterlijk ook wel ons vergeven. Omdat we best wel een hele enge sfeer hebben gebouwd om de dood. Want als je doodgaat, word je bevraagd. En dat is ook allemaal wel waar, hè? Als je doodgaat, krijg je vragen die je moet beantwoorden. En Allah Ta'ala zegt in de Koran: "Fathbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirati yudhillullahu adh-dhalimin." Degene die standvastig zijn om vragen te kunnen beantwoorden, zijn mensen die een goede daden op hun aarde, in hun leven hebben kunnen verrichten, waardoor Allah hen de kracht geeft om ook de juiste antwoorden te kunnen geven. Welkom, beste broeder en zuster. De Koran die spreekt in verschillende versen over de dood als een gunst van Allah Ta'ala. Als een ni'ma. Zoals de Nederlanders zeggen: rust lekker uit of rust goed uit. Dat is een positieve insteek. Dat is iets wat we eigenlijk ook in onze theologische kaders heel sterk hebben. Op het moment dat er gesproken wordt over de dood. Allah Ta'ala die heeft in de Koran, in Surat al-Rahman, verschillende gunsten, verschillende ni'am beschreven. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, zegt Allah. Hij spreekt over de boten die op de zee zo mooi kunnen varen zonder dat er überhaupt iets gebeurt. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ,
فبأي آلاء ربكما تكذبان. En daarna zegt hij, spreekt over al-lu'lu' wal-marjan, over diamanten die Allah in de zeeën heeft verstopt. En wat de mens zou kunnen ontdekken, waardoor ze het leven alleen maar kunnen verbeteren. En daarna zegt Allah, in het kader van gunsten die Allah en de mens heeft gegeven, daarna zegt hij, kullu man alayha fan. Iedereen zal vergaan. En dat zegt Allah in het kader van een gunst die Allah ta'ala voor de mens heeft gegeven. Dus die dood is helemaal niet zo eng, beste broers en zussen. Die dood is helemaal niet zo heftig, zoals wij hem soms beschrijven. Die dood is eigenlijk helemaal niet zo eng, waardoor heel veel mensen daar angstig van zijn geworden. Ik ken broeders en zusters die van die angstaanvallen krijgen als ze aan de dood moeten denken, dat ze op een gegeven moment niet meer kunnen slapen. Omdat het ook een probleem zit in de manier hoe wij onze, hoe wij bepaalde vraagstukken ook begrijpen vanuit de islam. Wist je dat de Koran eigenlijk helemaal niet spreekt over het feit dat een mens helemaal voorbij is, dat hij doodgaat, dat er niks meer, en dat er helemaal niks meer van hem bestaat? Dat weten wij wel. Wij zeggen een mens heeft een tweede leven. Maar we hechten waarde aan iets wat jij eigenlijk niet bent. Waardoor we veel angstiger worden voor die dood, waardoor we veel angstiger worden voor het feit dat we deze dunia zullen verlaten. Beste broeder en zuster, ik spreek over dit onderwerp omdat ik het wel een cruciale vraagstuk vind als het gaat hoe onze islam daarnaar kijkt. En dat is ook het mooie aan de islam, beste broeder en zuster. Die kan de meeste complexe vraagstukken waar werelden, waar mensen, waar geleerden, filosofen niet over uit zijn gekomen, maar waar de islam wel een inspiratie voor geeft om dat te beseffen in jouw menselijke intellect en dat een plek te kunnen geven. Beste broeder en zuster, toen de Koran sprak over de dood, naast dat het een gunst is, sprak de Koran ook over de dood, dat er een deel van jou, voor jou, jou verlaat, waardoor jij het leven voortzet met de echte ik die je bent. Te filosofisch. Dus je laat iets los wat je eigenlijk bent. En je echte ik, je echte jij, die gaat eigenlijk helemaal niet dood. Want die gaat gewoon een leven voortzetten naar een ander leven. En op een manier waar je veel beter in staat bent om je eigen ik te kunnen begrijpen en te beseffen. Allah ta'ala zegt in de Koran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dit is een hele mooie vers, beste broeder en zuster, die ervoor kan zorgen dat je helemaal anders gaat kijken naar die dood, waar iedereen van angstig is geworden. Allah Ta'ala zegt in de Koran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. Wij hebben de mensen geschapen. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. En we weten wat de afluisteringen of de influisteringen zijn die zijn ziel aan die mens geeft. En Allah is dicht bij jou dan jouw halsslagader, zeg ik dat goed? Dan jouw halsslagader. Yani, Allah Ta'ala zegt, we hebben de mens geschapen. En hij zegt, en we weten wat jouw nefs, jouw ziel tegen jou zegt. Dus hij maakt een onderscheid tussen de mens en de ziel. En daarna zegt hij, ik ben dicht bij jou, dan jouw halsslagader. Dat betekent, is er iets in jouw lichamelijk object wat veel belangrijker is dan die halsslagader? Bijna niet. Want als die doorgesneden wordt, dan is jouw lichaam voorbij. Dus Allah is dicht bij jou, als dichter dan jouw halsslagader. Dan is de vraag, wie ben ik dan? Is dat dat lichaam waar die halsslagader een van de belangrijkste fundamentele onderdelen zijn? Of is er iets wie ik ben dan dat lichaam waar ik eigenlijk nu heel erg in investeer? Allah Ta'ala maakt een onderscheid tussen ziel en lichaam. En Allah zegt dat jij, dus jij, wie jij bent, is eigenlijk niet dat lichaam. Ja. Dat lichaam is niet de vertegenwoordiging van jouw echte ik. Maar de echte vertegenwoordiging van jou is jouw ziel die Allah Ta'ala aan jou hebt gegeven.
En beste broeder en zuster, op het moment dat we zeggen, de mens is zijn ziel en niet zijn lichaam, dan is de vraag op het moment dat jouw lichamelijke object afstoot op aarde, en je gaat naar Allah ta'ala, dan is jouw echte ik nog steeds aanwezig. En de enige die jou heeft verlaten, is jouw lichaam die jij eigenlijk niet bent. En op het moment dat je je altijd vertegenwoordigt als jouw lichaam, en daarin ook mee identificeert, dan kan je vaststellen dat je een cruciale fout maakt in je ik, omdat je investeert in een lichaam wat jij niet eigenlijk bent. En Allah ta'ala probeert dit principe vaak in de Koran ook te benoemen. Als hij spreekt over een nafs, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ta'ala zegt niet, je moet je lichaam goed versterken door goed te eten, goed te drinken, door goed te trainen, door allerlei dingen te doen. Allah ta'ala spreekt dat je moet investeren in je echte ik. Dat is jouw ziel. Wa nafsin wa ma sawaha. Dat je je ziel veel lichter maakt. En lichter maakt is dat je je ziel gewoon lekker laat zweven in de werelden, in de gedachtes, en dat je ziel niet te zwaar wordt. Want ziel wordt te zwaar op het moment dat je die volmaakt met slechte daden en slechte zondes, waardoor jouw ziel, zoals Allah die beschrijft, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dassaha betekent, je maakt je ziel veel zwaarder, waardoor ze niet in staat is om alles en goed te kunnen waarnemen wat voor jou het beste is om jouw pad te kunnen bewandelen. En dat is eigenlijk ook het hele filosofie van de dood binnen de islam. Eigenlijk, de islam zegt eigenlijk dat je echte leven is na het feit dat je je lichamelijk object hebt afgestoot. Omdat jouw lichamelijk object eigenlijk alleen maar een belemmering is om de echte waarneming te kunnen zien en de echte waarheden te kunnen waarnemen in het leven, in het leven en in de manier hoe jij het eigenlijk zou kunnen willen waarnemen. Allah Ta'ala zegt in de Koran, en hij gaat verder, toen hij het onderscheid heeft gemaakt tussen ziel en het lichaam, heeft Allah Ta'ala gezegd, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hij beschrijft het proces van de dood, hoe wij het even kennen. Hij zegt, wat gebeurt er? Op het moment dat het moment komt dat jij je lichamelijk object zou moeten afstoten, dan ontstaat er iets heel moois in je leven. Ontstaat er iets heel bijzonders. Is dat lichamelijke object zorgt ervoor dat je niet in staat bent om alles goed te kunnen waarnemen. En Allah Ta'ala zegt, op het moment dat je lichamelijke object afstoot, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد. Hadid in het Arabisch. Wat is hadid in het Arabisch? Ijzer. Niet ijzer, nee. Hadid in al-hidda. Al-hidda. Hadith is eigenlijk ook ijzer. Maar de term die gebruikt is hadith min al-hidda. En basaruka thaqib. En dat komt vanuit de afkomstige term van hadith. Omdat hadith heel sterk is. En het is een soort metafoor om te laten zien dat je veel beter in staat bent om dingen te waarnemen dan voorheen. Waarom? Omdat jouw lichamelijk object jou heeft verlaten. En jouw ziel is vrij geworden. En jouw ziel is in staat om alles te kunnen zien. Waardoor je een hele nieuwe leven gaat leiden. En beste broeders en zussen, als ik vragen aan jou mag stellen, hè, zou je alles willen zien zoals het echt is, of niet? Ja of nee? Nee? Ja toch? Wie zou dat niet? Dat je alles gewoon zou kunnen zien, hoe het ook echt is. Zonder dat er een belemmering is, zonder dat er een bescherming is. Ik denk dat elke mens daarnaar verlangt, om eens een keer de waarheden te zien. Dat elke mens dat graag wil zien. Een mens is ook in staat met zijn ziel om zijn schepper te zien. Jouw schepper kan je niet op aarde zien. Omdat die lichaam daar, die zorgt ervoor dat je dat je daar toen niet in staat bent. Maar lekker op het moment dat je naar Allah Ta'ala gaat en je stoot je lichaam af, dan heb je een hele nieuwe wereld waarin je mooie dingen kan zien en waarin je waarheden kan waarnemen. En Allah Ta'ala zegt in de Koran, hij zegt in de dag des oordeels, yawm al-qiyama, zullen de zielen van de mensen mij toekijken. Wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Wa wujuhun yawma idhin basira. Zal doen
en yuf'ala biha fa'il. En beste broeder en zuster, de dood is eigenlijk niet meer dan het afstoten van je lichaam en jouw ziel een vrije karakter te geven om een nieuwe leven te kunnen leiden, wat veel mooier is dan het leven waar je nu in bent. En daarom spreekt Allah Ta'ala ook in de Koran over iemand die overlijdt, dat er veel barmhartigheid is vanuit Allah. Daarom spreekt de Koran ook over het paradijs, dat je daarin kan leven, dat je veel beter in staat bent om de echte schoonheid van het nieuwe leven te kunnen waarnemen. Want er is niks meer die jou belemmert. Er is geen Rolex meer, er is geen Mercedes meer, er is geen lichaam meer, er is geen enkele, er is geen lust tot macht, geen politiek, helemaal is er niks meer. Want degene die dat allemaal belangrijk vindt, dat was jouw lichaam en niet jouw ziel. En die heb je afgesteld. En dan komt er een mooiere leven. En het probleem zit erin met zijn broeder en zuster, ook op het moment dat we overal een nieuwe leven hebben. Dan zie je dat heel veel mensen spreken, ja, maar meneer Afrikaan, je maakt het allemaal wel zo mooi. Maar we hebben ook iets wat de hel heet en we hebben ook iets wat Jahannam heet. En Allah Ta'ala zegt toch dat we op de siraat gaan lopen en dat het zo dun kan zijn. En als je niet zo goed je best hebt gedaan, dan val je in de hel. Ja, dat kan allemaal misschien wel waar zijn. En het is ook waar. Even voor het geval dat ze weer denken dat die Afrikaan nu even rare dingen loopt. Maar dat je beste broeder en zuster, het probleem zit erin dat wij te wiskundig ingesteld zijn. Dat is ook weer het lichamelijke insteek. Je moet goed zijn, want als je niet goed bent, krijg je een straf van Allah. En we vergeten de grote barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Want op het moment dat we alles proberen uit te leggen vanuit onze materiële karakter, dan zie je dat we vast gaan lopen. Maar je zou je ziel moeten laten spreken en je merkt dat de barmhartigheid van Allah Ta'ala veel groter is dan hoe je denkt en dan hoe wij denken en dan hoe wij dat ook in ons formuleren. Denk je nou dat Allah blij zal zijn als iedereen in de hel gaat ofzo? Denk je dat Allah Ta'ala überhaupt stil mee staat? Allah Ta'ala mag iemand meer ibadah, hij is barmhartig voor iedereen. En daarom ben ik ervan overtuigd dat iemand die het leven verlaten naar het nieuwe leven gaat, dat hij gaat denken, was ik maar eerder vertrokken. Met het mooie wat je daarmee kan. Ja, en daarom, subhanahu wa ta'ala, hij is barmhartig. En ook op het moment dat je met je ziel spreekt met zijn broeder en zussen, dan ga je andere overwegingen maken dan hoe je dat alleen maar vanuit jouw lichamelijke insteek doet. En de profeet Sassan heeft dat vaak gedaan. Heeft ook vaak die signalen afgegeven. Om te laten zien dat die wiskundige formules die wij gebruiken, dat die echt niet de realiteit zijn. Ondanks dat ze logisch bij ons overkomen. Want wie laat dat logisch bij ons overkomen, is dat lichamelijk object wat nog steeds aan ons vasthoudt. Maar als je puur met je ziel kijkt, zie je dat ze niet logisch zijn. En de profeet Sallallahu heeft dat proberen te illustreren in het verhaal met Aisha die Allah en Allah. Aisha, die had een mooie kleine schaapje gekocht. Chef. En ze ging die schaap slachten. En ze heeft alles weggegeven aan de armen. Alles. En ze heeft de schouder van die dier behouden, omdat de profeet Sallallahu houdt van dat stukje vlees van een dier, die schouder van. En toen kwam de profeet Sallallahu terug en hij zei tegen Aisha, oh Aisha, wat is er nog overgebleven van dat kleine dier wat je hebt gesteld? Aisha heeft een logische, wiskundige antwoord gegeven. Ze heeft gezegd, oh profeet, alles is weg, behalve die schouder. En de profeet Sallallahu reageert op haar vanuit een hele andere insteek. Nee, Aisha, alles is er nog, behalve die schouder. Onlogisch, ik wist alles is er nog dan die schouder. Het is toch logisch, 1 plus 1 is 2. Alles is weg, alles heb ik weggegeven. Het enige wat jij nog op je bord krijgt, is die schouder. Maar op het moment dat je met een ander oog kijkt, die veel breder denkt dan alleen maar wat jouw lichaam nodig heeft, veel breder denkt, dan zie je dat jouw wiskundige formule, hoe logisch hij ook klinkt, dat hij in de werkelijkheid niet klopt, dat de andere formule eigenlijk veel meer klopt, want alles is er nog, omdat je die op de dag des oordeels weer om een keer allemaal terug zal krijgen, behalve die schouder die je aan jezelf gaat geven
die je zelf gaat opeten, waar een hele biologisch proces mee gaat ontstaan en die je straks in het toiletje los gaat laten en voor de rest heb je er gewoon helemaal niks aan gehad. Behalve dat het even lekker was en dat je dan een volle maag krijgt. Dan moet je weer cola drinken. Heb ik tenminste altijd. Wanneer als je met je ziel krijgt, beste moeder en zuster, dan zie je dat het echte leven is na de dood. En daarom zeg ik, wees gewoon niet angstig voor de dood. Bereid je daar gewoon voor. Gezellig, leuk. En laat je niet gek maken. Door alle mensen die allerlei dingen lopen te roepen. Wees inderdaad verantwoordelijk. Kijk terug naar de rituelen, kijk terug naar de islam, kijk terug naar Allah Ta'ala. En probeer de kaders te behouden. Maar weet dat Allah Ta'ala jou zal vergeven op het moment dat je deze dunia zal verlaten. En dat je nieuwe ontdekkingen gaat doen met een nieuwe reis. Op het moment dat jouw ziel op een gegeven moment vanuit een helikopterview alles veel beter kan waarnemen. Dan goed, dan kom je helder. Astaghfirullah, alayhi wa lakum. Astaghfirullah, alayhi wa lakum. Alhamdulillah, 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 salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Het is niet zo dat ik een prelooi hou zodat we met z'n allen lekker doorgaan. Dat is natuurlijk niet de achterliggende gedachte. Maar de achterliggende gedachte is wel om dat een plek te kunnen geven. Want op het moment dat je dat een plek geeft en op het moment dat je ook in staat bent om je te laten inspireren vanuit de Koran en andere kijk te hebben op die moeilijke, complexe proces, dan zie je ook dat jouw leven en na jouw leven ook veel waardevoller gaat worden in jezelf, dan moet je. En ik sluit af met een van de mooiste uitspraken van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Op het moment dat hij bezig was om zijn lichamelijk object af te stoten en met zijn ziel naar Allah Ta'ala te gaan. En toen kwam zijn dochter, zijn lieve dochter Fatima, die hij heel lief heeft. En ik weet niet of er mensen in de zaal hebben die dochters hebben. Maar als vader, dan heb je een bijzondere band met je dochter. Ik zie Jacob altijd op Facebook met zijn dochter, ik zie alle andere mensen. Dat toont natuurlijk die bijzondere band die je hebt met je dochter. En Fatima, die keek naar de profeet, naar haar vader. En ze zei, wat heeft u het moeilijk, o vader? Wat heeft u toch moeilijk? U gaat deze dunia verlaten. En de profeet probeert deze definitie waar we het over hebben, nog eens een keer achter te laten op de laatste momenten van zijn leven. Hij zegt tegen Aisha, hij zegt tegen Fatima, La karuba ba'da abiki yom. Vanaf vandaag heeft jouw vader het nooit meer moeilijk. Vanaf vandaag heeft jouw vader het nooit meer moeilijk. En Aisha en Fatima begrepen dat niet. Die begon te huilen. Die begon te huilen over haar vader, die er niet meer is. En hij probeert haar uit te leggen, ik ga ergens anders naartoe. En de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, die hebben dit principe ook vaak overgehouden. En ze praten over het feit op het moment dat ze over in dat proces zitten om hun lichamelijke object af te stoten. Dan zie je blije momenten in hun gezichten opkomen. En dan zeggen ze, morgen zullen we weer onze geliefde profeet kunnen ontmoeten. En zullen we weer onze vrienden terug kunnen zien. Laten we het over Abu Bakr. Dan zie je dat metgezellen heel relaxed. Eigenlijk dat wat Nederlanders zeggen, rust moet uit. Dat is iets wat je heel erg terugziet, ook in de manier hoe metgezellen van de profeet laat ze dan omgaan met het proces van het afstoten van dat lichaam. Mag Allah Ta'ala ons allen gelukkig maken. Op aarde. Op de dag des oordeels, jongen.